kijk, het gaat natuurlijk over de vraag waar de minister natuurlijk ook over heeft. Als je ziet dat het doel van Rusland is om Oekraïne uit de NAVO te houden. En er staat zeg maar NAVO-lidmaatschap klaar op het moment dat die oorlog voorbij is. Dan is dat eigenlijk een aansporing om die oorlog zo lang mogelijk te laten voortduren. Daar heeft de minister ook gelijk in. Dat heb ik ook in de beantwoording op interrupties gezegd. Maar de minister zegt ook ja, en daarom moeten we dus ook niet uitsluiten dat Oekraïne lid kan worden van de NAVO, zelfs als die oorlog nog voortduurt. En dan hebben we natuurlijk allerlei implicaties, maar het artikel 5 van de NAVO. Kan de minister hier nog even verder op reflecteren? De minister. Nee, kijk, de heer Pol, en dat probeert hij niet hoor, maar hij moet me, zodat niet het verkeerde beeld ontstaat, volledig citeren. Kijk, ik heb aan het begin precies die spanning uitgelegd tussen Oekraïne wil veiligheidsgaranties. En dat is heel begrijpelijk. En zij zeggen, de beste veiligheidsgarantie die wij kunnen krijgen is NAVO-lidmaatschap of steun van de NAVO, want dat is de sterkste afschrikking. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat we een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO willen voorkomen. Daar is al onze inzet is daar de afgelopen 2,5 jaar op gericht geweest en dat blijft ook zo. Dat is ook de reden dat westerse NAVO-militairen niet meevechten op de grond op dit moment in Oekraïne tegen Rusland. Want we willen die directe confrontatie willen we voorkomen. Maar dan zit je dus met het ingewikkelde vraagstuk dat, en dat probeer ik aan te geven, als wij zouden zeggen nu op voorhand, ieder moment dat Rusland bij wijze van spreken een raket op Oekraïne afschiet, mag Oekraïne nooit lid worden van de NAVO. Ja, het is natuurlijk de beste uitnodiging aan Poetin om met agressie door te gaan. Dus dat willen we ook voorkomen. En daarom zeg ik, dat probeerde aan te geven hoe ingewikkeld dat het is om aan de ene kant dus niet de deur voor Oekraïne nu dicht te gooien, want dat zou voor hen, nou, dan zijn ze een mogelijke toekomstige veiligheidsgarantie kwijt en het is de beste beloning van Poetin die je maar kunt bedenken.